Isaiah. Satwa, die zit in de chatbox. Dus mocht je vragen hebben of iets willen zeggen, nou, dat kan. En dan zal zij dat mogelijk beantwoorden. En als ik het op tijd zie, dan zal ik ook proberen daarop te antwoorden. We gaan het vandaag hebben over Ascension en wat Ascension is en wat onze cursus die de First Sphere heet, wat dat inhoudt en wat we dan gaan doen en wat je kan verwachten zo'n beetje. Satwa en ik die geven aankomend weekend een First Sphere cursus. En Ascension is een hele oude meditatiemethode, dat is het wel. En Ascension staat ook voor het overstijgen van de geest, het overstijgen van de chaos van de geest. En ja, in principe is dit wel een van de dingen die mij persoonlijk in ieder geval heel erg heeft geholpen. Ik ben klaar voor vragen. Wat Ascension voor mij heeft gedaan, is alles voornamelijk simpeler maken. Ik was niet echt per se op zoek naar rust of vrede. Dat had ik niet het gevoel dat ik dat niet had of zo. Het was voor mij eigenlijk meer dat ik ben een behoorlijke druk te maken. Altijd heel enthousiast in van alles. En dan kan je het jezelf nogal jezelf voorbij rennen. Je kan te veel hooi op de vork nemen. Maar voornamelijk kunnen dingen opeens heel snel ingewikkeld worden. En voor mij is dat eigenlijk hetgene wat Ascension me direct heeft gebracht. Iets wat zo verschrikkelijk simpel is, wat ik zo makkelijk kan inzetten als ik daarvoor kies. Waardoor ik daardoor ja, eigenlijk heel veel ruimte en vrijheid heb geworven, ben gaan ervaren. En het is altijd heel fijn, ook al verlies ik mezelf in de drukte, dat ik op het moment dat ik me daar bewust van word, dat ik nu eigenlijk heel snel, ik hoef alleen maar eigenlijk een techniek te doen en ik ben weer terug hier en nu. Nou, Ascension is dus een meditatiemethode. Ascension betekent in principe dus wat ik net zeg, het overstijgen van de chaos van de geest. En wij zijn nu op dit moment met 10 leraren hier in Nederland, waar ik dan als Sunyata en Satwa er 2 van zijn. Wij geven door heel Nederland en soms ook buiten Nederland cursus. Onze collega's zitten wereldwijd. We zijn een wereldwijde organisatie, de Bruidpad. En wij wijden ons toe om iedereen te laten zien en te helpen zoveel mogelijk vrede te ervaren en zoveel mogelijk plezier te hebben in het leven. En wij willen mensen ook echt laten zien en ervaren dat het absoluut mogelijk is, zelfs je geboorterecht is, om vanuit die rust en die vrede en die liefde of dat plezier te leven. En wat wij in principe met Ascension doen, wij gebruiken met Ascension de kracht van waardering, dankbaarheid, liefde en compassie. En daar is het op geënt. En wij hebben een techniek die kan zorgen dat onze hersenhelften of bepaalde gebieden in onze hersens, is het eigenlijk meer het lineaire en het ruimtelijke deel, kunnen we door een bepaalde techniek uit te voeren, kunnen we die samen laten werken. Want op het moment dat wij in fight or flight zitten, waar we vaak in zitten, werken de hersendelen niet synchroon met elkaar.
En er is een dokter geweest, die heeft Abraham Maslow. Veel mensen hebben wel van die naam gehoord. Die heeft op een gegeven moment, zag hij tot een mens met allerlei plakjes op zijn hoofd, absoluut in staat was om die hersenhelften te laten samenwerken en tot iemand dan ook eigenlijk een bepaalde rust over zich kreeg. En dit noemde hij de piekervaring. En de piekervaring, veel mensen kennen hem als de runner's high. Hè. Als je een lekkere lange afstand aan het lopen bent, dan kom je ook in zo'n zone, wat je veel mensen. Ik was echt in de zone, het ging zo lekker. In principe is dat als je vrij bent van jezelf, als je zelf niet jezelf in de weg zit, dan ben je daar. En onze technieken die doen eigenlijk dat. Die brengen je steeds naar die piekervaring toe. Ah, hallo Simone. Af en toe zie je dingen verschijnen op het scherm. Het is nog een beetje wennen dit, maar wel leuk. Hartstikke leuk. Voor de mensen die zo meteen inschakelen, we zijn net begonnen. Ik had in het begin een beetje wat problemen met de techniek. Ik ben Sunjata Isaiah. In de box, bij opmerkingenbox zit Sattva. Met Sattva geef ik aankomend weekend de cursus Isaiah's Ascension, de meditatievorm. En ik probeer in deze uitzending iets uit te leggen over wat wij doen en wat Ascension is. En wat je kan verwachten van de cursus. Dus wat ik net al vertelde voor de nieuwkomers, is Ascension is het overstijgen van de chaos van de geest. Wij hebben daar technieken voor die ons steeds weer terug kunnen brengen naar iets wat ook wel door Abraham Maslow de piekervaring werd genoemd. Deze ervaring is eigenlijk ons geboorterecht. We horen eigenlijk altijd met een brein rond te lopen die coherent samenwerkt. En we horen eigenlijk altijd zonder stress te zijn. Als we in stress zijn, dat fight of flight is niet echt heel erg gezond voor je. En we zitten daar veel te vaak in. Wat ook veel, veel, veel voorkomt, en dat herken ik nog steeds wel. Gelukkig heb ik mezelf daar steeds sneller, betrap ik me daarop. Maar wat het gros van de mensen continu doet, is continu in de toekomst, aan de horizon, verwachten we eigenlijk dat als dat geregeld is, als ik dat voor mekaar heb, als ik die baan heb, als ik die studie af heb, dan heb ik tijd om gelukkig te zijn. En dan heb ik, dan is het er. Dan verschijnt het. Alleen, ja, dat is net als die gouden pot aan het einde van de regenboog. Ja, elke keer als je denkt dichterbij te komen, dan is hij gewoon even ver weg. En een van de dingen die wij over de hele wereld vragen, en die ik jullie nu ook wil vragen, is van als je nu een wens mocht doen, je mag maar één wens doen. En dat moet het allerbelangrijkste zijn, hè, wat jij het allerliefste wil in de wereld. Voor jezelf en voor je omgeving. Wat zou dat zijn? En nou, denk daar eens over na. Als je het nu niet weet, denk daar later eens over na. Want het is best een hele belangrijke vraag. Want op het moment dat je het niet weet, dat zegt ook al een hele hoop. Want niet weten wat je het allerliefste wil, waar focus je je dan op? En als je het wel weet, is de tweede vraag: hoeveel van jouw tijd besteed je aan dat wat jij het allerliefste wil? En vaak doen we dat niet, omdat we dus denken dat komt straks. Als ik die baan heb, als ik getrouwd ben, als ik dat nieuwe huis heb, als ik dit, als ik dat, als het bij elkaar komt, dan heb ik tijd en dan ga ik me daaraan verbinden.
En het tegendeel is waar, want je hebt dat allemaal niet nodig om gelukkig te zijn. Je kan ontzettend gelukkig zijn terwijl je studeert. Je hoeft ook niet te stoppen met studeren. Je kan ook ontzettend gelukkig zijn als je nog een huis aan het zoeken bent. Je hebt het niet nodig. Dus we richten ons vaak op de verkeerde dingen. En het mooie van Essential voor mij, voor de technieken die we daar leren, of die ik dan heb geleerd, die ik hopelijk aan jou gaan mogen leren, die geven mij elke keer als ik me dat al herinner, en ik herinner me dat ik hier en nu ben, de mogelijkheid om weer terug te komen en weer meer prioriteit te geven aan datgene wat echt belangrijk is. Voor mij is dat vrijheid, in vrijheid bewegen. Ascension zijn dus vier technieken, tenminste, de First Sphere zijn vier technieken, die gebaseerd zijn op waardering, dankbaarheid, liefde en compassie. Deze vier technieken die leren we in een weekend, zoals we dus aankomend weekend een cursus gaan houden. En dat doen we op vrijdagavond van 7 tot ongeveer 10. En dan krijg je de eerste techniek en dan ga je al meteen mee aan de gang. Want het is uiteindelijk gaat het om je ervaring. Het gaat om hoe jij het ervaart, wat jij ermee doet. En de volgende dag, zaterdag en zondag, zijn we met z'n allen van 10 uur 's ochtends tot ongeveer 5 uur zijn we bezig. Waar je de tweede dag al een hele drukke dag hebt met twee technieken en echt wel wat serieus interessante informatie. Die misschien wel een heel ander licht op je leven zal schijnen dan dat je had verwacht. En op zondag is een hele mooie dag waar we gewoon met z'n allen echt lekker veel kunnen ascenden en ook de vierde techniek zullen krijgen. Ascension voor mij is het mooie is dat je hier nooit alleen bent. Als je dat niet wil. Dus je hebt altijd mensen om je heen die je kan of kan bellen of kan mailen. We geven sowieso bij de cursus een 6-weekse navolging met tips via e-mail. Maar we hebben ook online hebben we Zoom calls. Dat is een programma waar je met meerdere mensen een soort van webinar kan maken. Daar doen we samen ascenden en dat kan gewoon vanuit je eigen huis. We hebben Ascension avonden waar we bij elkaar komen. We hebben nog advanced programma's. Dus er is ontzettend veel mogelijk. En we hebben zelfs ook een Ascension online. Dat is vrij nieuw. Dat is dan wel wereldwijd. En vaak in het Engels of in het Spaans met ondertiteling. Die je ook weer terug kunt kijken later. Dus heel inspirerend. Mensen over de hele wereld die deze vorm van meditatie lesgeven, die daar over spreken. Dus echt een aanrader als je gaat ascenden om daar eens te bekijken. Nou, wat ik al zei, ascensie is eeuwenoud. Het is sinds 1990, als ik het wel heb, is het pas weer vrijgegeven om aan de wereld te onderwijzen. Alle leraren die zijn een half jaar in opleiding geweest, alles zelf ervaren om dit te kunnen en mogen doorgeven aan mensen. Even kijken, ja. Voor mij, wat ik al eerder zei, is het voornamelijk ook kan je het zien als een resetknop. Elke keer als je denkt of je ziet jezelf voorbij rennen, dan bam, kan je op die knop drukken, kan je techniek introduceren en je bent gewoon weer terug hier en nu. En dat is een heel, heel fijn, is dat om op die manier veel meer hier en nu te zijn en veel meer te kunnen ervaren wat er werkelijk is, in plaats van door de filters van onze geest continu maar eigenlijk in patronen te verraken. Wat je veel ziet
Wat je ons veel hoort zeggen, kan ik beter zeggen, is dat wij noemen het, wij tekenen vaak een lemniscaat, het oneindigheidsteken. En dat doen we omdat in principe wat we met onze technieken doen, is niet ergens naartoe gaan, maar juist naar iets terugkomen. Naar een staat die je van nature eigenlijk bent. En die staat, die kennen we allemaal, want toen jij geboren werd, toen waren we allemaal in die staat. Toen waren we allemaal in een staat van absolute potentie. En pas later komen er op een gegeven moment door verlatingsangst bijvoorbeeld, hè. Het kan zijn dat je op een gegeven moment na ongeveer 6 maanden een bepaald bewustzijn krijgt waarin het mogelijk is dat je moeder bijvoorbeeld heel eventjes wat langer op zich laat wachten als je begint te huilen dan anders. En opeens komt daar niet een bewust, maar komt er een gevoel van, oh mijn god, er is ik en de buitenwereld en het kan gevaarlijk zijn. En dat kan een groef creëren. Wij noemen dat groeven, het neuropathische netwerk wordt dan aangelegd. En het eerste, hoe zou je het zeggen, gevoel van gevaar, van scheiding ontstaat daar. En voor mij bijvoorbeeld was op een gegeven moment, was ik 1 jaar of 8 vrij, net geen 7,5 denk ik. Toen kwamen ze erachter dat ik dyslexisch was. En nou goed, ik naar een speciale school en dat ging hartstikke goed. Maar er werd me wel gezegd van, je hebt een leerachterstand, je hebt een leesachterstand. En als je op een gegeven moment ooit iets wil gaan doen, dan moet je altijd vragen om extra tijd. Want je hebt meer tijd nodig om te lezen. Nou, door eigenlijk al die aannames die me aan werden gepraat, ben ik dat ook gaan geloven. En ik vond lezen ook daarom helemaal niet leuk. Deed ik ook niet zo graag. Deed ik ook helemaal niet veel. En het heeft wel gezorgd dat ik een bepaalde opleiding ben gaan doen. En of anders gezegd, een andere opleiding niet ben gaan doen. Omdat ik, ja, hè, dan had ik heel veel moeten gaan lezen. En dat was me gezegd dat ik daar niet zo goed in was. En dit was ook een nieuwe groef. En zo hebben we allemaal groeven. En al die patronen, wat dat zijn, die zorgen er wel voor dat je op een bepaalde manier reageert op de wereld. En dus ook bepaalde keuzes maakt. En uiteindelijk voor mij is het wel zo, is het heel goed geweest. Dus het is ook wel weer mooi om te zien dat uiteindelijk niks is voor niks. Dit pad had ik nodig. Maar het is wel zo dat ik, dat ik pas veel later ontdekte dat ik ontzettend goed kon lezen. Alleen inderdaad iets langzamer. Ik ben niet een supersnelle lezer. Maar ik heb ontzettend veel opleiding. Ik ben op dit moment nog steeds aan het studeren. En ja, weet je, dan zie je maar al die groeven, al die blokkades, al die aannames, al die patronen, die waren niet nodig. Die waren niet dienend. Die diende mij absoluut niet. Die hielden mij tegen. Bewust en onbewust. En dit is een van de sterke kracht die Ascension heeft. Is op een, zonder je mind te gebruiken, voorbij die aannames, voorbij die groeven te komen. En weer terug te komen daar waar jouw absolute potentie, jouw absolute kracht ligt. En dat is wat je bent. De rest is ruis. De rest zijn de filters die je hebt gemaakt in je mind. Hoe je naar de wereld kijkt om jezelf te beschermen. Tegen pijn in principe. De falen is denk ik een van de grootste angsten voor mensen. Die ontzettend veel kan zorgen dat je eigenlijk niet echt hier en nu bent. Want daardoor ben je altijd of iets aan het proberen te pushen of te manipuleren voor de toekomst. Of je bent toch continu achteraan het kijken naar het verleden. Wat daar gebeurd is. En dat kost heel veel energie.
Het is gezegd, er zijn meerdere cijfers, nummers, die gesteld worden. Maar ongeveer zo 10 jaar geleden had ik nog een onderzoek waarin Harvard University had berekend op een of andere manier, hebben ze een formule om dat te berekenen, dat een mens gemiddeld toentertijd zo'n 80.000 tot 90.000 gedachten per dag had. Nou, nu ondertussen schijnt het al veel meer te zijn. Dat is niet zo gek natuurlijk. Er komen steeds meer prikkels binnen. We hebben nu mobiele telefoons en nou, het blijft maar doorgaan met allerlei programma's die eigenlijk in je hoofd worden gezet. En die 90.000 of 100.000 gedachten, dat kost natuurlijk ontzettend veel energie. En die zijn allemaal, hebben die te maken met wat ik net vertel over die groeven, over die neuropathische netwerk die aangelegd is van eigenlijk allemaal angsten, allemaal dingen die bedoeld zijn om je te beschermen. En Ascension die kan je daar dus heel erg bij helpen, omdat eigenlijk kan je het zien als een potlood. Aan de achterkant zit zo'n gummetje, dat je als het ware elke keer als je een Ascension techniek doet, gum je eigenlijk een klein beetje van die groeven, van die neuropathische groeven, gum je weg. En dat geeft op een gegeven moment steeds meer ruimte, steeds meer vrijheid. Ik zie dat er wat nieuwkomers zijn. Ik ben Sunyata en probeer iets uit te leggen over wat Ascension is en wat de First Sphere cursus inhoudt. Ik heb het op dit moment over dat je een mens heeft een oneindig potentieel. Hè? Als baby heb je dat potentieel en eigenlijk wat ons tegenhoudt in ons potentieel zijn neuropathische netwerken, neuropathische groeven die we aanleggen door allerlei dingen die we mee hebben gemaakt. Ik legde net al uit dat voor mij was er bijvoorbeeld één dat ik tot er werd tegen mij gezegd werd als kleine jongen dat ik dyslectisch was en daardoor heb ik wel heel lang niet gelezen. Ik heb daardoor een bepaalde keuze gemaakt van welke opleiding ik wel en welke opleiding ik niet zou gaan doen. Dus het kan echt wel best wel bepalen hoe je in het leven staat en hoe je energie ergens insteekt of niet ergens insteekt. En Ascension, uiteindelijk gaat het erom om weer hier en nu te zijn. En hier en nu is er nooit een probleem. Ik heb al ontzettend veel mensen zelf gesproken, maar collega's wereldwijd spreken ontzettend veel mensen. En eigenlijk iedereen, zelfs mensen met chronische pijn, die we heel snel, heel eventjes hier en nu halen. Hier en nu, als je hier bent, is er geen probleem. Nooit niet. Iets wordt pas een probleem op het moment dat we daar gaan nadenken. Ja, op het moment dat wij daar een bepaald beeld over gaan hebben. Iets wat we niet willen of iets wat we wel willen. Iets tegenhouden wat we niet willen kost heel veel energie. En hier gewoon kunnen zijn met alles wat er gewoon is een godsgeschenk. Geeft zoveel rust en al die energie die je daarvan overhoudt, kan je ja, steken in datgene wat je echt graag wil. En dat is voor jou en voor mij allemaal net iets anders. Maar we moeten wel weten wat het is. Wat is jouw passie? Wat is jouw grootste wens? Daar komt het allemaal op neer. Nou ja, mocht het er trouwens vragen zijn, dan kan je die in de chatbox schrijven. Dan probeer ik dat natuurlijk te beantwoorden. Even kijken, ja. Er gebeurt van alles. Voor mij ook helemaal nieuw dit om zo voor zo'n scherm te zitten. We hadden een klein beetje technische problemen in het begin. Eigenlijk nog steeds, want we hadden gehoopt dat we op afstand met z'n tweeën deze uitzending zouden kunnen doen. Wij hebben het technisch niet voor elkaar gekregen om dat te doen. Dus nou ja, we doen het dan gewoon lekker zo. Dat is helemaal geen probleem.
Ja, nou, ik ga nog één keer eventjes bij elkaar rapen. Aankomende vrijdag, zaterdag en zondag geven Satwa en ik een meditatiecursus in de methode van Isaias Ascensions. Deze cursus heet de First Sphere. En die heet niet voor niks trouwens de First Sphere, omdat een sfeer, dus een bol, is een geheel, is rond. En dat is het ook. Het is na dit weekend, dus de weekendcursus, ben je ook echt in staat om volledig zelfstandig te mediteren, ascenden. Ascension is zeer bijzonder om veel redenen. Reden 1, het is super simpel. Reden 2, het brengt je terug naar wat je werkelijk bent. Reden 3, het gaat continu om de stilte. Reden 4, je kunt het zowel met je ogen open als met je ogen dicht doen. Erg handig. De ogen open mediteren is echt een aanrader voor iedereen om dat eens te proberen. Reden 5, je kan zitten zoals je wil, je kan liggen, je hoeft niet speciaal in een lotushouding te zitten. En het mooie van ons werk vind ik zelf ook, het is een ervaringsleer en het is een ongoing process. Er is niet een eindpunt. En dat is misschien voor sommige mensen eerder eng dan dat het meteen mooi is. Maar er is voor mij werkelijk niks mooiers dat er geen einde aan je pad is. Het is niet ik stap hierop en ik stap uit bij de Centraal Station. Je bent je bewustzijn bezig zijn, jezelf vrijer maken, opener maken, speelser maken, gelukkiger maken, is een ongoing process. Dat is iets waar je continu mee bezig bent. En dat komt omdat je namelijk continu een keus hebt. Als je niet vrolijk bent, als je niet gelukkig bent, is het jammer genoeg altijd je eigen schuld. Want het is namelijk jouw eigen keus of je in stress bent, in boosheid bent, in vrede bent, in blijdschap bent, in bliss bent. Het is allemaal je eigen doen. En dat is wat je in principe ook bij Ascension leert. Op een hele simpele, snelle manier. Hoe kan ik die keus maken die me dat brengt wat ik het liefst wil? Nou, voor mij, zei ik al, is dat vrijheid. En dat voor jou kan dat liefde zijn, het kan rust zijn, whatever. Wat het voor jou is. Maar geef daar in ieder geval, met of zonder Ascension, altijd de hoogste prioriteit aan. Weet wat je wil. En geef daar gewoon al je energie aan. Al je prioriteit. En wacht niet op een later moment, dan komt het wel. Want dan zul je waarschijnlijk einde van je leven denken: oh shit, weet je, waarom heb ik het niet gewoon eerder gedaan? Waarom ben ik niet dat gaan doen wat ik het belangrijkste vind? En uitstellen, ja, weet je, van uitstel komt afstel, zeggen ze. Het is echt waar. En je hebt niks nodig om gelukkig te zijn. Je hebt niks nodig om tevreden te zijn. Gewoon hier, dit moment, perfect. Als je niks van dit moment wil, geeft hij je gek genoeg alles. Als je jezelf uit de weg bent en niet in de weg staat van dit wel, dat niet, en continu loopt te oordelen en te veroordelen, is alles eigenlijk best heel erg fijn. Ja. Nou ja, als er geen vragen zijn, even kijken. Kan Ascension helpen om beter te slapen? Nou ja, zeker weten. Veel mensen, nou ja, het is misschien ook wel goed om te melden. Want voor mij is het vrijheid. Maar misschien is voor een ander de stap veel kleiner. En wil je inderdaad meer rust ervaren of meer slapen, beter kunnen gaan slapen. En voor veel mensen is het niet kunnen slapen een gevolg van juist het malen, het nadenken en daardoor niet in slaap kunnen komen. Nou, daar helpt Ascension sowieso
niet alleen voor je slaap, maar gewoon door de hele dag heen, als je dat wil, je kiest ervoor, uitermate voor. Maar de rust die je met 20 minuten Ascension genereert, is twee keer zo groot als de diepste slaap in de nacht. Dus kan je nagaan, als je zou gaan ascenden en daarmee in slaap valt, hoe diep en zalig je nachtrust zou zijn. Dat wordt echt wel een heel nieuwe dimensie. Dus ja, zeker een goede vraag. Ascension is heel anders dan andere meditatievormen. Het is een hele, wat ik al zei, een hele, hele oude, oorspronkelijke techniek. En wat het mooie is dat we hoeven hier niets met de mind te doen. We doen wel wat met de mind, we geven hem wat te doen, maar daarna hoeven we niks met de mind te doen. En dat geeft wel ontzettend veel rust. Dat zorgt ervoor dat je voorbij die chaos van de mind komt. En dat zorgt ervoor dat je meer tijd overhoudt voor nu, voor dit moment. En ook echt werkelijk kan gaan leven. Want uiteindelijk is dat ook wat we bedoelen met ontdekt wat het betekent om werkelijk te leven, is hier zijn. Maar we zijn zo vaak niet hier, maar we zijn daar. We zijn vanmorgen bij het werk. We zijn bij vanmorgen op het werk. Of we zijn wherever we zijn. Maar we zijn vaak niet hier. En we weten vaak ook niet eens dat we er niet zijn. We zitten vaak in verhalen. En ja, goed. Op het moment dat je jezelf daarin traint om dat los te laten, om daar vanaf te stappen, dan heb je een middel nodig, heb je een tool nodig. En ja, dat is Ascension een hele, hele, hele mooie vorm voor. En je hoeft niet in een kaars te staren, je hoeft niet in een lotushouding te zitten. Je kunt het met je ogen open, met je ogen dicht doen. Je kunt het dus ook doen als je in de file staat. veel gebruikte methode is inderdaad, als je nou eenmaal naar je werk moet. Het is gewoon druk, daar gaan we niks aan doen. Dus we kunnen ons daar heel druk over maken. Maar als je nu met je ogen open daar heerlijk van kan gaan genieten, dan gebruik je je tijd in ieder geval om je zenuwstelsel te herstellen. En dat is ook wel een van de dingen die ik zelf... Ik ben echt wel de mechanica man. Ik hou ontzettend van hoe dingen werken. En ik ben heel erg bezig met de gezondheid van lichaam en geest. En het is werkelijk een wonder hoe dat lichaam werkt. En wat zo mooi is aan deze vorm van mediteren, en sowieso van mediteren in het algemeen, maar deze methode is wel heel sterk daarin, is het helen van je zenuwstelsel. Ons zenuwstelsel is zo overprikkeld. Door continu al vooral maar te zijn, behalve hier. Het grappige is dat als jij iets denkt, jouw zenuwstelsel niet weet of dat nou een bedenksel is, een fantasietje is, of dat het echt gebeurt. Dus er worden op dat moment allerlei hormonen aangemaakt. En die zorgen ervoor dat er allerlei reacties in het lichaam aangaan en uitgaan. En ja, dus als hij bijvoorbeeld, wat ik net zeg, in de file staat, en je maakt je daar ontzettend druk, ja, dan wordt je zenuwstelsel, die gaat meteen naar het sympathische systeem. En je kan niet meer goed je eten verteren, je lichaam kan niet meer goed herstellen. Je bent echt alleen maar aan het fight or flight. Je bent natuurlijk aan het klaarmaken om te vechten of te vluchten. Maar goed, we gaan er een klein einde aan maken. Dit live gesprek dan. Nog één keer voor de mensen die het leuk vinden. Wil je meer weten? Ga naar thebrightpath.com.
de website www.thebrightpath.com. Daar kun je voor alles lezen over wat het allemaal doet, wat het inhoudt. Artikelen lezen, nou, whatever. Aankomende vrijdag, zaterdag, zondag, dus 1, 2 en 3 februari aanstaande, geef ik samen met Sattva een first sphere hier in Uithoren of Amstelveen. Ik wijs hier naartoe omdat het hier is. Nou ja, er zijn nog een paar plekjes over. Dus heb je zin, meld je aan. Ik zou trouwens ook nog heel even in de opmerkingen... dat zou ik wel even doen. Ik zal voor jullie eventjes de link delen van waar je... Mocht je je willen inschrijven waar je je zou kunnen inschrijven. Waar heb ik die? Die heb ik hier. Ik ben heel eventjes dan technisch aan het doen. Daar. Als het goed is, heb ik hem gedaan. Even kijken. Oh, hier zou ik nog meer dingen. Antwoord. Even kijken. Oké, leuk. Ja, goed. Ja, ik zag niet dat ik inderdaad nog verder kan scrollen voor meer vragen en dat soort dingen. Dus, nou goed, ik zag dat er ook wel weer door Sattva een mooi antwoord was gegeven. Ja goed, iedereen die meer plezier, meer vrede, meer in het nu wil zijn. Iedereen die sneller wil herstellen, lichamelijk herstel wil hebben. Ik zelf als sporter, als crossfitter gebruik het daarom ook heel erg graag. Want ja, ik sport veel, dan moet je ook herstellen. Nou, dit is de perfecte manier om te herstellen. We hebben in, vind ik leuk om te melden, ik zelf vroeger wel muzikant ben geweest. Er worden heel veel door muzikanten wordt geaccent. En sowieso door artiesten en mensen die creatief bezig zijn. Omdat de mensen die creatief bezig zijn, weten ook dat op het moment dat het flowt, daar zijn ze altijd op zoek. Hè? Als je writersblok hebt, dan schrijf je, kan je geen regel schrijven. Als je in die zone bent, dan loopt het zo uit je pen. Nou, dat is in principe waar we naartoe gaan. Dat is wat ascension is. Die brengt je daar naartoe, naar die creatieve vermogen. Heel inspirerend, heel erg leuk. Dus ja, ik heb de link hier onderin als je zou willen aanmelden voor de cursus. We zullen dit zeker nog vaker gaan doen. Dit was de eerste keer. Het was een beetje... Wat gek eigenlijk om tegen een scherm aan te praten. Daar moet ik ook echt wel van wennen. De volgende keer hopen we het voor elkaar te krijgen dat we wel met z'n tweeën zichtbaar zijn. Dat schijnt mogelijk te zijn. Alleen we hebben niet gezien hoe dat eventjes zo snel ging. Dus dat beloven we voor de volgende keer dat we dat gaan doen. Hartstikke bedankt voor het kijken en het luisteren. Mocht er nog vragen zijn, dan kunnen altijd nog achteraf ook vragen gesteld worden. Of onder dit filmpje, gewoon op de website, wat je wil. Nou, ik wens iedereen een bijzonder fijne avond. En tot snel. Doei doei!